Goedenavond. Van harte welkom bij deze publieksacademie over waar gebeurde nachtmerries. Ik ben Ayette de Pre. Het laat me maar niet los. Telkens weer die beelden. Elke nacht word ik wakker. Badend in het zweet en met hartkloppingen. Alsof ik het keer opnieuw beleef. Die vreselijke gebeurtenis was al erg genoeg. Nog erger is het dat ik die gebeurtenis wel 1000 keer opnieuw heb beleefd. In mijn gedachten, in mijn dromen. Wanneer houdt het op? Mensen die een trauma hebben ervaren, kunnen hier nog lang mee worstelen. We hebben u op straat gevraagd wat uw meest traumatische ervaring is. Daar gaan we nu even naar kijken. Zit mijn haar wel goed? Zit mijn haar goed? Ja, perfect. Ja? Mooi, staat er goed op. Geen spinazie tussen de tanden? Nee, oké. Okay, nou. Ook geen sinaasappels. Nou, die heb ik eigenlijk niet. Gaat nog. Oké. Okay. Nee, nog niet. Ik hoop dat ik hem ook nooit krijg. Ja, met slangen. Okay. Ja, dat is in mijn billen of zo. Nou, een waar gebeurde nachtmerrie is wel een keer geweest. Ik heb een spin op me gevonden, 's nachts om 3 uur. Toen had ik nog wel heel veel angst voor spinnen. En toen was er niemand die ik kon vragen van, wil je dat beestje even weghalen? Toen heb ik wel een wat lastige nacht gehad. Ik heb niet in mijn kamer geslapen. Nee. Okay. Ooit een auto-ongeluk van dichtbij meegemaakt. Ja. 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 Dat blijft wel bij, zeg maar. Dat blijft jaren toch wel hangen. Ja. Maar op een gegeven moment, na een jaar of 15, dus ongeveer 15 jaar geleden, dan ebt dat wel weg. Dus dan... Alleen over de liefde, verder niks. Verder niks. Jazeker. Okay. Ik deed toch het overlijden van mijn moeder. Want die was op een zeer jonge leeftijd overleden, heel plotseling. Door een herseninfarct. Ja, en dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dat ik rondgelopen heb met zelfmoord, nee. Dat heb ik nog. Ja. Ik ben nou toch zelf overspannen daardoor, dus dat heb ik nog. Mijn grootste waargebeurde nachtmerrie is er wel geweest. 14, 15 jaar geleden. Toen ben ik heel erg ziek geworden. En op een jaar kreeg ik een hartstilstand. En heb een jaar in het ziekenhuis gelegen. En toen hebben ze een gedeelte van mijn hart verwijderd. Maar daar kwam ik niet zo goed uit. Dus als je het over trauma hebt, dan vond ik dat wel een traumatische ervaring. Toen ik 6 was, mijn oom is overleden. En daar heb ik gewoon bij gezeten. Dat vergeet je natuurlijk nooit weer. En het laatste wat hij zei, hij riep mijn moeder en hij zei wat. Maar ik weet precies nog wat hij zei. Oeh. Ja, dat is wel heftig, ja. Ja, heftig, hè? Ja. Ja, waar gebeurde nachtmerries, trauma's? We praten daarover vanavond met de volgende gasten. Welkom. Met Sikina Dalhuizen en zij is case manager bij Slachtofferhulp. Mia de Wolf, klinisch psycholoog bij GGZ Friesland. Kees Laban, psychiater bij de Evenaar. Even kort, wat is de Evenaar? De Evenaar is een centrum gespecialiseerd in hulp voor asielzoekers, vluchtelingen die getraumatiseerd zijn. Het is een afdeling van GGZ Drenthe, maar we hebben hier in Leeuwarden een afdeling en werken goed samen met de GGZ Friesland. Dank. En last but not least, Norma Miedema, ervaringsdeskundige, zullen we je maar noemen. 7 juni 2015. Ja. Staat waarschijnlijk helemaal in je hersenen gegrift. 765. Ja, 765. 765, ja. Wat gebeurde er? Toen werd mijn grootste nachtmerrie werd waar. Dus ik ben altijd heb ik een angst voor brand gehad. Sinds dat we kinderen waren. Dat is een blikseminslag is geweest wat wij zagen. Met de vuurbal. En er is toen natuurlijk niks gebeurd. Alleen het is altijd mijn grootste angst geweest. Dat er brand zou ontstaan. Dat brand. En dat gebeurde? En dat gebeurde. En laten we even schetsen. Jij woonde bij Verwert. Ja. In een klein boerderijtje waar je heel veel dieren opving. Ja, ik had een dierenopvang met heel veel verschillende dieren. Dus heel veel vogels en vissen en heel veel poezen en honden en paarden en geiten en schapen. En
Varkens, van alles. Van alles wat? Dat zijn, waren dieren die ook vaak ellendige levens leiden, voordat ze bij jou kwamen. Ze hadden allemaal een vreselijk ellendig leven gehad. En wij leefden in een enorme harmonieuze toestand met elkaar onder vrij primitieve omstandigheden. Ja, want dat, nu hebben we even geschetst hoe het eruit zag. En toen? Wat gebeurde er? De stroom viel uit en ik voelde de badkamerdeur was gloeiend heet. En ik deed de deur open en ik heb het gezien. Er zaten drie honden zaten daarin. Dat waren de heftigste reuën die niet zonder... Die woonden in jouw badkamer? Nee, die stopte ik daar even in als ik met andere dieren bezig was. Want dat soort heftige reuën moet je onder appel houden. Mm-hmm. Dus die kon ik dan even afzonderen. En die hele badkamer was één knalgeel, kanariegeel vuurzee, vuurbal. Die in 21, 22... In 2 seconden veranderde van kleur naar felblauw, doordat de zuurstoftoevoer aangezet werd. Ik deed de deur open. Dus het fikt als een gek? Het fikt als, je hebt geen idee. Het is onvoorstelbaar. En jij zegt van, ik realiseerde me, mijn droom is voorbij, het is afgelopen. En tegelijkertijd zat je in die actiestand. Probeer je te redden wat er te redden viel. Ja, ik ben met huisdieren, dat heb ik later ook zo gezegd, ik ben met honden gaan gooien. Ja. Ik heb 1 hond er zelfs 4 keer uitgehaald en uiteindelijk is Susie toch nog verbrand. Wat verschrikkelijk. Een veilige plek. Ja. Zie, dat is ook het hele punt van mij. Je huis is je volgende baarmoeder. Hè? Je baarmoeder is bij je moeder, daar kom je uit. Ja. Dan is je jeugd je baarmoeder, je veiligheid, je gezin, je ouders. En als het allemaal gaat, hè, dan zoals het hoort, want niet iedereen heeft dat geluk. En daarna wordt het je huis, de wereld had me al heel veel aangedaan. Of er was heel veel gebeurd, want de wereld doet je niks aan, het gebeurt. Dus je huis is altijd je veilige plek waar je je kunt verstoppen, waar je jezelf kunt zijn. En, dus dit wordt je volgende baarmoeder, hè? Tot aan je dood eigenlijk. En dat is dat brandde weg in een uur. Hey, Norma, hoeveel dieren zijn overleden? Er zijn 21 katten, 2 honden, 60 vogels en 100 vissen zijn verbrand. Vreselijk. En hoe lang duurde het voordat er hulp kwam, brandweer? Die was er heel snel. Dat viel me ontzettend mee. Ik moet je zeggen dat als zoiets gebeurt, hè, er zijn zoveel prikkels in zo weinig tijd, dat je hersenen dat helemaal niet allemaal kunnen registreren. Dus voor mijn gevoel waren ze er heel snel. Het schijnt er toch nog 3 kwartier geduurd te hebben. Maar jij was zo druk bezig natuurlijk. Dus, ja. Ja, maar dit is ook, het is veel te veel. Het is veel te veel. De hersenen beschermen zichzelf dan denk ik door een gedeelte niet toe te laten. Mm-hmm. Kijk, en de brandweer was er. Er was geen water. Ze konden niet opschalen naar grote brand omdat er geen water was. Dus toen had ik het volgende probleem. En dat was vechten om weer naar binnen te komen om mijn dieren te redden. En dat heeft Bert Broek, de politieman, is mijn redding geweest. Want die heeft jou echt helemaal vastgehouden? Zodat ja, jij niet fysiek, weer... samen met hulp van een paar brandweermannen. Ik heb ook wel wat rake klappen uitgedeeld om er weer in te komen. Was je helemaal niet bang? Had je echt alleen maar, ik moet redden? Ja. En geen angst? Nee, geen angst. Absoluut, totaal, absoluut niet. Maar wat dat betreft heb ik niet zo, of had ik, moet ik dan zeggen, niet zo heel veel angst aan. Dat is voorbij. Nou ja, ik heb nu wel heel veel last van angst. Ja, want dit is gebeurd. Je hele huis is afgebrand. Ja. En je bent daarna in een caravan op het terrein blijven wonen, hè? Ja, dat was ook een principe kwestie. Ik heb ook gezegd, alleen het leger krijgt me hier weg. Omdat er natuurlijk asbest vrijgekomen was. Het was een oud huisje, dus ik mocht daar niet blijven. En dat hebben ze ook serieus genomen. Want ik had iedereen doodgemaakt. Echt letterlijk doodgemaakt, die me daar weg had gehad. En wat was voor jou zo belangrijk om daar te blijven? Kijk, mijn dieren zijn mijn kinderen. En ik wist, die Susie die dus verbrand is, daar hebben we eerst nog een oproep voor gedaan om haar op te sporen. Omdat ik haar eruit had gehaald. Ja. 'S nachts, de eerste nacht... Mijn dochter is bij me gebleven die nacht. Mm-hmm. Toen zei ik tegen haar, Susie is dood. Ik voelde dat. Ik heb dat contact met dieren. Mm-hmm. Die dieren zijn mijn kinderen. Mm-hmm. Bovendien mijn verantwoordelijkheid. Als je zegt, ik zorg voor jou, dan stopt dat pas als ik dood ben. Niet als zij dood zijn. Mm-hmm. Dus ook hun resten vielen onder mijn verantwoordelijkheid en mijn zorg.
En daarom en ik voelde dat er dieren nog leefden. Dat wist ik. Mm-hmm. En die kwamen maar naar één plek toe. En dat was naar huis. De dieren die gevlucht waren. Ja. En die zijn ook, een aantal daarvan is ook teruggekomen. Ja, er zijn, ja. We dachten in de eerste instantie. Ik had op het moment van de brand had ik 46 katten in de opvang. Dus er zijn nog een heleboel teruggekomen. Vandaag vertel ik nog een Karel Soeters, mijn vriendin. Ja. Heb ik de vogels laten zien, want het is nu weer, we maken het allemaal weer heel prachtig. Er kwam 2 maanden na de brand een vogel terugvliegen. Die kwam naar mij. Ja. Want dat huis, dat was ik. Ja. Ik was hun veiligheid. Dus ik ben daar. En ik heb geleefd als een zwijn. Die 4,5 maand, dat was een zwijn daar. Dat was natuurlijk vreselijk. En inmiddels is er geld ook ingezameld door heel veel mensen. Ja. En woon jij nu in Groningen. Ja. En ben je weer een nieuw paradijs aan het opbouwen. Ja. Dus dat is even voor wat betreft zo verder is gegaan. Maar wat heeft dit nou voor jou betekend? Welke impact heeft deze gebeurtenis op jouw leven gehad? Ik heb een leven voor de brand en ik heb een leven na de brand. Zo voelt dat. Ja. Zo is dat. Ja. En wat is het verschil? 7, 6, 5 ben ik op alle niveaus ben ik veranderd. Op moleculair niveau, op celniveau, op psychisch niveau, op psychiatrisch niveau. Ik ben een heel ander mens geworden. Wat is anders? Nou, de angst. Mm-hmm. En, die je daarvoor niet kende? Nee, ik was... Nee. Die ken ik niet. Ik was wel bang, maar ik bedoel, ik was altijd al bang voor brand geweest. Alleen toen gebeurde het echt. En ik heb nu een, dat mag je gerust zeggen, een angststoornis. Als ik kwam net, toen ik hier net aankwam lopen, in de gang rook ik brand. En dan slaan alle kleppen dicht en dan gaat alles op hol. Je rookt brand, hè? Dat was eigenlijk de combinatie van die sterke lampen met het hout van de tafel mogelijk. Als de laptop een beetje heet wordt, dan ben ik panisch. Met de ondergaande zon, dat geeft een soort geel licht. Ja. Het is, laatst waren de schuurdeuren opgewaaid door de stormen. En ik zag, ik ben slechthorend. Als ik alleen ben, heb ik natuurlijk geen gehoorversterking. Ik zag alleen die enorme stofwolk en ik dacht dat het rook was. En dan, dat kan je niet uitleggen wat er dan met je gebeurt. Ik verlies in een paar seconden een liter zweet. En alles, spieren slaan op hollen. En ik raak in paniek. Ik ben zelfs gewoon een keer volledig oud gegaan. Dat ik helemaal niet eens meer weet wat ik heb gedaan. Toen kwam ik bij dat iemand me tegen de muur drukte en zei... Nou, maar het komt wel weer goed, het komt wel weer goed. Het is over, er is niks aan de hand. En... ik kan geen pijn meer verdragen. Ik heb me met de decoupeerzaag in mijn vinger gezaagd. Normaal gaf ik daar niet om. En nu huil ik daarom. En, Je bent veel sneller emotioneel geraakt. Ja. Heel erg. Nachtmerries. Heel boos. Ik kan heel boos worden. En, diep verdrietig. Ja. Ja, want je vertelt dit en je beschrijft voor mij zijn leven voor en na de brand. Ja. Terwijl je in je leven al heel wat hebt meegemaakt. Hè? Ja. Je hebt een boek geschreven, Norma's Universum heet dat boek. Ik heb het dit weekend gelezen en in één adem. Ik ben er ontzettend van onder de indruk en ik raad iedereen aan om dit te lezen. Want om maar... een greep uit de vreselijke dingen te noemen die jij hebt meegemaakt. Je hebt een ernstig auto-ongeluk gehad. Je bent vergiftigd. Je hebt je gehoor kwijtgeraakt. Ja, je bent je partner verloren. Nou, om maar een aantal dingen te noemen. Ja. Dat wordt beschreven in het boek. De brand staat er niet eens in. Dit was een boek voor de brand. Ja. En wat ik het meest indrukwekkend vind uit het boek is dat je zo ontzettende veerkracht hebt. En zo positief bent, ja, maar ondanks dat heb ik alles. Nog, dat en heb, dat is gebleven. Ja, dat heb ik nog, maar dat heb ik mezelf aangeleerd. Hè? Want mensen klagen altijd. Waarom ik? Waarom ik? Waarom ik? En dat is de enigste vraag in de wereld die niet mag bestaan. Waarom Want niet? Er is geen waarom ik. Er is geen waarom. De vraag is altijd waarheen. Mm-hmm. En ik leef niet voor mezelf. Als ik de brand... mijn leven laat beheersen en dat had ik kunnen doen, want ik had willen drinken, want het staat er ook in dat ik drank is ook een probleem geweest vroeger. Dat had ik allemaal kunnen doen. Had ik ook het volste recht toe gehad. Ja. Alleen ik had de verantwoordelijkheid voor mijn kinderen, voor wat ik op me genomen had, voor de dieren. Mm-hmm. Maar ook,
En dan moet je bij de les blijven, wat er ook gebeurt. En dus de vraag is nooit waarom. En dat heb ik me ook nooit afgevraagd. De vraag is waarheen. En ik heb tegen mezelf gezegd, en gelukkig heeft Nederland in mij geloofd, ik ga verder. Mm-hmm. Alleen, we zijn nu exact een jaar verder. En dan, ik heb nog geen dag vrij gehad. Nog niet één dag, want het was alleen maar bouwen. Natuurlijk, ik heb een kleine uitbreiding gehouden in mijn dierenopvang. Dus, Want je nieuwe dierenopvang is wel groter. Ja, een heleboel mensen die zeiden van, waarom nog meer dieren erbij? Dan denk ik, ja, wat dachten jullie dan? Ik ben vroeger balletdanseres geweest, dat ik weer op mijn oude dag ga dansen of zo in die schuur. Maar, ja. Dit is jouw bestemming, om dieren op te vangen. Dat is jouw mijn passie. Maar het is ook mijn redding. En jouw redding, ja. Want als alle dieren verbrand waren bij de brand, als er niemand overleefd had, had ik hier nog niet gezeten. Nee. Dan was ik meegegaan. Dank je, Norma, voor tot nog toe je verhaal. Ja, indrukwekkend. Mia, wanneer spreek je nou van een traumatische gebeurtenis en wanneer van een traumastoornis? Bij een traumatische gebeurtenis maak je iets mee wat schokkend is. En die schokkende gebeurtenis die heeft ook het karakter van dat die levensbedreigend is. Dat je leven in gevaar is. Of dus bijvoorbeeld een ongeval of mishandeling. Ja, of een overval. Overval, ja. Brand. Brand. Ja. Of dat je integriteit in het gedrang is, in gevaar is. Bijvoorbeeld bij seksueel misbruik. Mm-hmm. Dat mensen dus ernstig je grenzen overschrijden. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen, en dat legt Norma eigenlijk ook heel mooi uit. Het gaat niet alleen om gebeurtenissen waarbij je eigen leven of je eigen integriteit in het gevaar is. Maar ook als je die meemaakt, als je ziet dat bij anderen gebeurt. Als je daar getuige van bent. En wat jij beschrijft, jij kon uit je boerderij weg, maar je dieren waren in gevaar. Nou, dan dat is net zo bedreigend voor jezelf, weten we ook, hè, zoals onze hersenen werken, dan wanneer je zelf in gevaar bent. Mm-hmm. Voorbeelden daarvan zijn ook als bijvoorbeeld kinderen zien dat de ene ouder de andere mishandelt. Of als je iemand onder de trein ziet springen bijvoorbeeld, hè, dan gebeurt er heel veel met je, dat is heel schokkend. En dat is dus een traumatische ervaring die je dan opdoet? Dat is een traumatische gebeurtenis. En wanneer wordt een traumatische gebeurtenis, ervaring, ook een stoornis? De reacties die mensen hebben, en dat beschrijft Norma ook heel goed, van het gaat allemaal weer op je netvlies zitten. Je bent heel erg, adrenaline is heel hoog, dus je bent enorm onder de stress. En dat is eigenlijk allemaal heel normaal. De reacties die je krijgt op het moment dat je zo'n gebeurtenis meemaakt, zijn eigenlijk allemaal hele normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Ja. In de eerste maand is het heel gebruikelijk dat je voortdurend de beelden ziet. Dat je nachtmerries hebt. Ja. Dat je angst heel hoog is, je alertheid hoog is. En in de eerste maand spreken we dan van een acute stressstoornis. Is eigenlijk een heel normaal proces. Op het moment dat langer dan een maand duurt, dan kan je spreken van een posttraumatische stressstoornis. Als je aan een aantal kenmerken voldoet. En wat zijn die kenmerken? Het eerste kenmerk is dat je herbelevingen hebt. Dat kunnen beelden zijn, maar ook bijvoorbeeld dat je iets weer ruikt of hoort. Dus allerlei zintuigelijke belevingen die je weer hebt. Die kunnen overdag zijn, maar die kunnen ook 's nachts in nachtmerries. Dat is ook de titel van deze bijeenkomst. Ja. Nachtmerries kan dat gebeuren. Dus dat noemen we intrusies met een moeilijk woord. Ja, dus herbelevingen overdag en of in je nachtmerries. Ja. Ja. En het tweede kenmerk is dat je dingen gaat vermijden die doen denken aan het trauma, aan de gebeurtenis. En die dingen die noemen we triggers. Ja. Nou, jij noemt ook heel mooi, ik ruik een geur, dat is een trigger. Want dan denk je even van, hey, ben ik weer in gevaar? Het roept dat weer op. En die dingen ben je geneigd te gaan vermijden. Dus je gaat allerlei dingen uit de weg die je weer doen denken aan het trauma. Dus het heeft te maken, hè? Dus even, we kijken naar symptomen.
dan is het dus vermijdend gedrag. Ja. En het zijn die nachtmerries. Ja. Dat zijn de belangrijkste twee symptomen bij een stoornis. En er is nog een derde. Ja? En dat is een hoge alertheid, angstigheid, gespannenheid, schrikachtigheid. En dan is het niet gewoon schrikken, maar je schrikt heel, heel heftig. Nou, eigenlijk wat Norma net beschreef, hè, heel erg transpireren door die geur alleen al. Ja. Oké. Okay, ja, want laten we even kijken, want dat heeft allemaal met de hersenen te maken. Kees, kan jij toelichten wat er in je hersenen gebeurt bij een traumatische ervaring? Ja, klopt. Ik zal een plaatje daarbij krijgen, maar ik kan pas beginnen. Een belangrijk orgaan wat de alarmknop in onze hersenen wordt genoemd. Oké. Ja? Even kijken. Is de amygdala, de amandelvormige kern. Dat zit hier, maar dat is een onderdeel van ons emotionele systeem eigenlijk. En daar hoort het voorste gedeelte van de cortex bij, de prefrontale cortex, de amygdala en de hippocampus. Die zit hier achter. Hier zit een korte termijn geheugen. En wanneer de angstas in ons lichaam aangezet wordt, dan komt de hypothalamus in het veld. En ik zie hem hier niet zo gauw dan zitten. Wordt hij heel ingewikkeld. Maar goed, oké, maar dat is dus de angstas, noemen we dat. En daar spelen dus niet alleen orgaantjes in de hersenen een rol bij, maar ook in onze bijnieren. Dat zijn kliertjes die zitten op de nieren. En die produceren er adrenaline. Dat is iedereen wel bekend. Hè? Dat is echt, als je veel adrenaline in je lichaam hebt, dan is het stress. Fight and flight reactie, toch? Is het wegwezen, is het vechten of eventueel helemaal bevriezen. Dat zijn de drie reacties die bij trauma een belangrijke rol spelen. En die adrenaline zet weer andere stoffen aan die ons doen transpireren. De hartslag gaat omhoog, de spierspanning neemt toe, enzovoort. Koorts en zo. En dat maakt mensen dus ook weer mee in die nachtmerrie. Ja, ja. Dus het is echt een herbeleving. Er is een belangrijk verschil tussen een herbeleving en een herinnering. Ja, zoals sommige mensen in het eerste filmpje zeiden van ik zal het nooit meer vergeten. Ja, dat is herinnering. Maar als je zo ondersteboven daarvan bent nog, hè, dan is het een herbeleving. Een herbeleving waarbij dus ook die adrenaline weer opspeelt en je dus ook 's nachts zweet en die angst helemaal voelt. Klopt. En verstijft in je bed ligt. Dat klopt. En met een posttraumatische stressstoornis is het dus een chronisch disbalans in die hormonen. En dan speelt cortisol ook een belangrijke rol. Dat is ook een hormoon, hè? Cortisol. Dat is ook een hormoon die eigenlijk te laag is bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Maar als het angstsysteem aan gaat staan, dan schiet er een enorme hoeveelheid cortisol juist weer door je lichaam. Dus dat is een disbalans. Kan je die angst heel erg verklaren door naar de hersenen te kijken en wat die allemaal in gang zetten? In elk geval, dat gebeurt in onze hersenen. Verklaren doet dat niet direct, want dit is natuurlijk de ervaring in onze hersenen zit, in onze cortex, die als aanzetten. Ja. Is het nou zo dat bepaalde beroepen vatbaarder zijn voor posttraumatische stressstoornissen? Zie je dat vaker voorkomen bij bepaalde beroepen? Het is wel zo. Als je wat voorbereid bent op de mogelijkheid dat er een traumatische of dat er een schokkende gebeurtenis komt. Hè, bijvoorbeeld politiemannen of treinmachinisten. Treinmachinisten is een beetje, als ze elke keer moeten denken, dan gaat iemand voorspringen, dat is ook niet zo'n leuk leven. Maar politiemensen zijn nog meer getraind eigenlijk van in het hardere werk. Ja. En dat is wel bekend in de literatuur dat dat een beschermende factor is. Ik wil absoluut niet zeggen dat politiemensen natuurlijk geen posttraumatische stressoren kunnen krijgen. Maar als je voorbereid bent, dan sta je er wel anders in. Dus in dat soort beroepen word je ook voorbereid op mogelijke ernstige dingen die je mee kan maken, waardoor je enigszins beschermd bent. Enigszins beschermd. En dat laatste is wel belangrijk, want er is lange tijd een soort schaamte geweest, ook bij politiemannen en bij militairen, om naar buiten te komen met hun klachten daarnaar. Ja. Maar je bent niet een ivoren, je bent geen robot of zo. Je blijft wel mens natuurlijk die geraakt kan worden. Ja, en als je zoveel vreselijke dingen meemaakt. En is het nou ook zo, als je bijvoorbeeld al een psychische stoornis hebt, ben je dan gevoeliger voor een traumastoornis? Is daar een relatie tussen? Ik weet daar niet hele specifieke onderzoeken naar, maar het is wel zo dat om je stressbalans in evenwicht te houden of te herstellen,
is het natuurlijk niet zo, niet zo gunstig als je al een probleem hebt waardoor je al erg angstig bent. Stel je hebt al een bepaalde angststoornis en je maakt een trauma mee, dan zal het lastiger zijn om die stressbalans weer in evenwicht te brengen. Ja. Het gaat toch om stapeling van stress heel vaak. In principe kan iedereen een posttraumatische stressstoornis krijgen. Het is niet een kwetsbaarheid of zo dat je dat krijgt. Nee, precies. Het kan iedereen overkomen. Kan iedereen overkomen, ja. En laten we, Kees, jij werkt met vluchtelingen. Ja. Wat zijn nou traumatische ervaringen waar zij met name last van hebben? Ja, er is een veelheid aan ervaringen. Er zijn patiënten die komen uit oorlogsgebieden. Die hebben als soldaat gevochten. Maar er zijn ook mensen van de burgerbevolking natuurlijk die beschoten zijn. Mensen bijvoorbeeld ook een huis in de brand geschoten. Man meegenomen of vermoord voor hun ogen of zonen. Het is ook vaak bij vluchtelingen zo dat er niet één trauma is, maar er zijn op verschillende momenten traumatische gebeurtenissen. Hè. Veel mensen zijn in hun eigen land ook gevlucht naar andere gebieden, hebben daar zich moeten verschuilen, werden toch gepakt, moesten weg, het gezin wordt gescheiden. Ja, we kunnen ons, nu we al die beelden op tv zien, kunnen we ons denk ik van alles absoluut. Bij voorstellen. Absoluut, ook de weg hier naartoe kan natuurlijk zeer traumatisch zijn. En dan komen ze hier en worden ze niet altijd met open armen ontvangen. Is dat ook van invloed? Nou, erg bekend is, na een trauma, dat het herstel van veiligheid cruciaal is. Heel belangrijk is, hè? Dat zal je waarschijnlijk ook ervaren hebben, dat je de mensen om je heen ziet die je eerder dierbaar zijn geweest en dat je weer iets om je heen hebt van, ja, god, de wereld gaat toch door, weet je, de beesten die je dan weer hebt gezien en zo. En dat, je tolereert bijna niet eens vreemden. Je tolereert eens mensen die je niet kent. Nee. Dat kan je niet verdragen op zo'n moment. Die wil je gewoon allemaal wel wegschoppen, je wil alleen dat wat je vertrouwd is. Ja. Ja. Ja, dus en dat lijkt me lastig als vluchteling, waar je huis en haard hebt moeten achterlaten. Ja, en daar noem je dus nog een belangrijk aspect. Het gaat niet alleen om traumatische gebeuren, het gaat ook om verlies. Ja. Verlies is ook al in jouw verhaal geweest. Verlies, al die beesten waar je zo aan al die familieleden waar je zo aan hechtte. Die cultuur, die baan, dat geld, status en zo wat je had. Ja. Dat is allemaal verlies. Ja. He, dus dat komt bij elkaar. Dus er is heel wat voor nodig voor mensen om weer hun veerkracht te vinden. Ja, ik kan me van alles bij voorstellen. Hey, nou vindt een trauma plaats, een ongeval, een gewelddadige overval. Dan komt vaak slachtofferhulp in beeld. Sikina, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wanneer komen jullie? Op het moment dat er dus een ernstig ongeluk of een misdrijf plaatsvindt, dan wordt slachtofferhulp Nederland ingeschakeld door de politie. Dat is een elektronisch systeem. En wordt er contact opgenomen in principe binnen 48 uur met slachtoffers of nabestaanden. En binnen 48 uur, dat is gewoon een afspraak, moeten jullie contact opnemen? Ja. Dat lukt natuurlijk niet altijd, hè, omdat mensen dan niet te bereiken zijn. Maar dan gaan we het wel op een andere manier doen. Dus we proberen de slachtoffers en nabestaanden altijd persoonlijk te bereiken. En dan kom je bij iemand die net iets vreselijks heeft meegemaakt en dan? Ja, dan ga je kijken wat is er op dat moment nodig. En daar is geen pasklare oplossing voor. Ik zeg altijd van, ik ben zelf case manager. Dus ik kom bij nabestaanden na een levensdelict of een ernstig geweld- en zedenmisdrijf. En iedere situatie is uniek. Maar wat heb je te bieden? Wat ik te bieden heb is praktische ondersteuning. En dat noem ik als eerste, omdat ik daar ook heel erg naar kijk, juridische ondersteuning en psychosociale ondersteuning. Nou, op het moment dat iemand een trauma, dus een schokkende gebeurtenis, zoals Mia dat mooi zei, op het moment dat dat gebeurt, dan stort je wereld in en dan weet je het even niet meer. Nee. En dan gaan wij kijken van wat is er nu hier op dit moment nodig. En nou hoorden we net hè, dat ernstige emoties tot een maand na het voorval normaal zijn. Ja. Maar als die blijvend zijn, dat er dan sprake kan zijn van een posttraumatische stressstoornis. Ja. Blijven jullie zo lang bij de slachtoffers, om ze zo te noemen. Ja?
ja. Kijk, bij de slachtoffers speelt ook nog mee het hele juridische traject. En dat kan een heel lang... Schadeclaims bijvoorbeeld. Ja, strafzaak. Hè, dat kan heel lang kan dat duren. En daar begeleid je in. Op het moment dat er die emotie speelt... Hè, ja. Jij noemt dat zelf ook, hè? Van je wilt niemand, kan je verdragen. Dus die emotie, daar moet je ook de ruimte voor kunnen krijgen. Dus daar moet iemand niet aan willen komen in het begin. En daarom richten wij ons vooral op het praktische van, wat is hier nodig? En... Nou, in jouw geval kan ik me heel erg goed voorstellen, hè? Van de dieren, onderdak. Hè? Ja. Dat is gewoon nummer één, wat op dat moment moet gebeuren. Ben je geholpen toen door slachtofferhulp? Nou, ik heb ze wel behoorlijk uitgescholden eigenlijk. Je hebt ze uitgescholden? Ja. Je belde 2 weken later, belde ze me nog eens een keer op en of ik erover wilde praten. En toen zei ik van, ik vind het heel, heel fijn dat jullie contact... Want ik nam het niet kwalijk dat niet contact met me was genomen, dat was het niet. Maar ze hebben ook nog in geprobeerd te breken in een, omdat er op internet had gestaan dat ik €5.000 had gekregen van dierenlot enzovoort. Dus er was, maar goed. Er was vooral allemaal gedoe. In ieder geval, je was er op dat moment blij mee. Ja, toen belden ze me op en toen zei ik van nou, ik vind het heel fijn dat jullie me bellen, maar ik heb er absoluut geen behoefte aan op dit punt. Ja. En toen begonnen ze over of ik wilde praten over de dode dieren, dus toen ben ik helemaal doorgedraaid. Dat was goed, dan kon ik tenminste iemand even uitschelden. Dat was ook nodig. Ja. Nou ja, maar ja, precies, want is dit een ervaring die je herkent? Iemand die echt mensen heel boos worden? Ja, zeker. Ja. Op het moment dat jij in de onmacht belandt, daar kan heel veel woede uit voortkomen. En ja, die moet je wel kwijt. Ja, dus, ja. Nou, dat was dus, op zijn plaats, begrijp ik. Hey, voor slachtofferhulp, moet je daarvoor betalen als je daar gebruik van maakt? Nee, onze hulp is gratis. Het lijkt soms zo dat... mensen denken van, als je een trauma hebt gehad, dan krijgt 100% een posttraumatische stressstoornis. Maar dat is gelukkig niet zo. Er is ook in Nederland onderzoek gedaan. Zo'n 80% van de mensen maakt een of ander trauma mee in zijn leven. Hè? Gewoon enquêtes gehouden. En maar 10% van die 80 krijgt een posttraumatische stressstoornis. Okay. Dus de verwerking wil niet zeggen dat ze af en toe niet een nachtmerrie hebben of zo, maar ze voldoen niet aan het hele beeld van een posttraumatische stressstoornis. Oké, bedankt. Hoeveel houdt die posttraumatische stressstoornis? Worden daar ook weer mensen beter van? Ja, 10%? Ja, ook weer. Ja, er is zo'n 10% daar weer van wat langdurig klachten houdt. En dan heb ik het over klachten en dan heb ik het niet over hun functioneren. Nee. Want gelukkig in veel gevallen, hè, en net als bij jou ook, kan het functioneren, kunnen mensen dat weer oppakken als ze kansen krijgen. Ja. Oké, bedankt voor deze aanvulling. Toon nog even eens bij jou terug. Het is dus een gratis hulp in eerste instantie. En wanneer je merkt dat er echt sprake is van een, nou toch een PTSS, zullen we het maar noemen, wat doe je dan? Ja. Dan ga je verwijzen, Maar wat Mia ook aangaf, in het begin kan dat gewoon nog niet. Dan spelen er heel veel krachten en iemand moet ook kunnen normaliseren. Hè? Dus die abnormale gebeurtenis met een normale reactie, wat andere reacties zijn dan de mensen van zichzelf verwachten. Ja. Dus daar moet inderdaad, dat proces moet zijn gang kunnen krijgen. Maar op het moment dat je echt merkt dat een verwerking stagneert of dat de rouw niet goed gaat, dan gaan wij verwijzen. Ja. Dan ga je verwijzen. En jullie komen dus omdat je door de politie wordt ingeschakeld. Wanneer komen jullie nou in beeld? Ja, wat de asielzoekers betreft, er zijn artsen en verpleegkundigen werkzaam op de asielzoekerscentra. En die hebben dus wat zicht en die hebben ook spreekuur op het centrum, wat bij de mensen speelt. Ik moet zeggen, de mensen die wat sneller boos zijn bijvoorbeeld, wat eerder genoemd werd, komen helaas sneller in beeld dan de mensen die zwaar depressief zijn en op hun kamer blijven zitten. Omdat die voor meer overlast zorgen. Ja, dat is dan, die heeft even verdriet, maar dat kan net zo goed trauma gerelateerd zijn als iemand die zegt van nu moet er dit gebeuren. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Maar dan wordt er dus, hè, dan worden je erbij gehaald door het AZC. Ja, de huisarts verwijst eigenlijk naar ons en dan nodigen we iemand uit voor een kennismakingsgesprek.
En dat is bij ons vrij uitgebreid, omdat we echt proberen iemand te leren kennen. Niet alleen een klachteninventarisatie, maar ook van waar heb je de krachten vandaan gehaald. Gaan we het zo over hebben, ja. Dan komen we inderdaad bij... En de culturele aspecten spelen daar een belangrijke rol in mee, waar we ook zeer geïnteresseerd in zijn. Ja. Oké. En GGZ, hoe kom je daar als je inderdaad last hebt van trauma's? Nou, dan kan je naar de huisarts gaan en de huisarts kan je dan verwijzen naar de GGZ... Dan krijg je daar een intake en wordt gekeken wat precies je stoornis is. En afhankelijk van het soort en ernst van je stoornis krijg je dan een bepaalde behandeling. Ja, laten we het eens hebben over die behandelingen. Want er zijn nogal wat behandelingen als het gaat om mensen met een traumastoornis. Een hele bekende waar heel veel over geschreven wordt is EMDR. Ja. En dat wordt zowel bij jullie toegepast als ook bij de Evenaar. Wat is EMDR eigenlijk? EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Een hele mond vol. We hebben het gewoon over EMDR. Dat we de afkorting gebruiken. Ja. Eigenlijk zijn alle behandelingen voor PTSS of traumabehandelingen gebaseerd op dat je... dat je teruggaat naar de herinnering, dat je die herinnering terughaalt. En dat er dingen in proces komen, dat je gedachten bijgesteld worden. Mensen hebben vaak schuldgedachten, mensen schamen zich vaak. Er zijn allerlei emoties die niet aan de orde komen. En alle behandelingen zijn eigenlijk daarop gericht dat je dat doet. En daarbij ondertussen weet en beseft en ervaart dat het nu veilig is. Dus je laat de cliënt de ervaring opnieuw vertellen, opnieuw herbeleven in een veilige setting. Ja. En waar staat die oogbeweging dan voor? Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Bij EMDR gebruik je een soort afleidende techniek. Ik weet niet of het plaatje... Ja, dat is een plaatje verschijnt. Oké, okay, ja. Dat koptelefoon is een, krijg je op. Dat is een lichtbalk. Of yeah. Je kan, en die lichtbalk, daar gaan lichtjes heen en weer. Die volg je met je ogen en dat geeft een afleiding... waardoor je hersenen ondertussen ook iets anders doen... dan alleen die beelden herinneren van die... van dat trauma. En wat is daar de meerwaarde van? Dat de hersenen dus tegelijkertijd eigenlijk worden bezig gehouden met iets anders? Ja, dat maakt dat het makkelijker is om die herinnering te beleven zonder dat je daar volledig door overspoeld wordt. En dat is wat we tegenwoordig denken wat de meest werkzame factor ervan is. Oké. Dat het eigenlijk een afleidmechanisme is. Een afleidende stimulus. En dat kan met zo'n lichtbalk, dat kan met... tikjes in je oren met de koptelefoon of met pulsjes die je vasthoudt. Maar het gaat om afleiding van de hersenen, ja. Zodat je minder ervaart, minder heftig ervaart wat die vreselijke herinnering met je doet. Ja, dat die niet zo overspoelend is dat je denkt dat je daar weer bent als het ware. Ja. Het klinkt zo eenvoudig dat helpt. Ja, dat is niet het enige. Hè. Ondertussen volgt de therapeut met jou een hele procedure waarbij allerlei dingen aan bod kunnen komen. Dat kunnen gedachten zijn, allerlei emoties die je ruimte kan geven. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij exposure. Nou, Kees zal straks iets vertellen over een bepaalde manier van exposure. Bij de GGZ behandelen wij op dit moment... GGZ is een samenwerking aangegaan met Cineda. Ja, en Cineda eerste lijn. Ja, Cineda behandelt de... zeg maar de gewone PTSS, die gebruiken heel veel EMDR. De GGZ behandelt nu alleen nog maar de complexere traumastoornissen. Gaan we zo horen hoe dat gaat. Ja. Maar dit is dus EMDR. Hoeveel behandelingen heb je gemiddeld nodig om verlost te worden van je trauma? Als dat een enkelvoudig trauma is, stel je hebt een overval meegemaakt of je bent dus in elkaar geslagen op een feest. Het klinkt oneerbiedig simpel, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, het is, in onze termen is het simpel, maar het zijn natuurlijk altijd afschuwelijke gebeurtenissen. Maar, het werkt niet bij iedereen. Nee. En het werkt niet bij iedereen. Ja. Nee. En dan kan het 2 of 3 keer zijn dat je klaar bent, over het algemeen... zo rond de 10 keer. Maar als het om complexere vormen gaat, complexere traumastoornissen, dan wordt het ingebed in een hele behandeling. Oké. En dan kan het langer duren. Dan gaan we over naar een methode die veel gebruikt wordt met vluchtelingen en die heet de Narrative Exposure Therapy. Klopt, narrative. Ja. Daar zit het woord verhaal in. Ja. Ja, en daar heeft deze... dit koord op tafel mee te maken. Hè? Leg eens uit, Kees. Ja, zal ik dat wat uitleggen? Dit koord, dat blauwe koord, staat voor de levenslijn.
En de stenen die u ziet liggen, die staan voor de moeilijke periodes. De traumatische periode of de moeilijke periode. U ziet het verschil, er zijn soms grote stenen, er zijn kleine stenen. Maar wat u ook ziet, zijn de bloemen. De bloemen staan voor de goede gebeurtenissen. Bijvoorbeeld deze mevrouw, zou ik maar zeggen, die was blij dat zij geboren was. Dat was een mooi moment in haar leven. Ze was blij dat ze diploma haalde van de middelbare school. En zo gaat het leven door. Dat is de eerste sessie eigenlijk dan. En de tweede sessie gaan we gedetailleerder inzoomen op wat gebeurde daar. Wat gebeurde daar bijvoorbeeld op deze steen? En van elke steen zoomen we dan in. Dat is een stukje exposure. Ja. Want mensen willen liever niet over die stenen praten. Dat heet exposure. Exposure is vertellen van nare gebeurtenissen. Dat klopt. Okay. En we duiken nou gelijk in deze therapie. Daar gaat vaak een periode aan vooraf van voorlichting. Van hoe ga je met die stress om? Hè? Stress management heet dat dan. Ja. Hecht je waarde aan? Hè? Waarom sta je elke dag weer op? Hè? Dat is mm-hmm. een belangrijke zingeving in je leven. Zodat je eraan durft te beginnen. Ja. He, maar goed, even over deze therapie. Dus dan gaat het over wat voelde je, wat dacht je, wat heb je gedaan. Heel gedetailleerd wordt daarover gesproken. In de meeste gevallen sluiten we dan af met het praten over een bloem. En dat is precies een beetje wat Mia zei van, je gaat met elkaar in het trauma, in die nare gebeurtenissen. En je ontspant het angstsysteem eigenlijk weer door heel nadrukkelijk te concentreren op die mooie gebeurtenissen. Ja. Dus dat is ook het advies als mensen weer naar huis gaan. Als je dus een nachtmerrie hebt gehad en je wordt wakker. Hè, dat wakker is eigenlijk wel goed dat je wakker wordt, anders blijf je in die angst zitten. Ja. En zodra je wakker wordt, probeer heel snel wakker te worden, ga denken over die bloemen. En als er de dag daarvoor iets moois gebeurt, focus daarop. Het is eigenlijk het troosten van jezelf en de biologische correctie van het angstsysteem. En dat wordt opgeschreven, dus ja. Elke sessie eindigt. De therapeut is vrij bewerkelijke therapie. Schrijft het op wat de patiënt allemaal heeft verteld. Wat elke bloem en wat elke steen vertegenwoordigt. Ja. En de volgende bijeenkomst begint dan met het voorlezen van wat er de eerste sessie is gebeurd. Is een heel duidelijk. Dus en je hebt de ervaring dat dit goed werkt bij vluchtelingen. Ja, het is ook apart dat deze therapie eigenlijk door Duitse collega's in de tropen, in Soedan, is ontwikkeld als eerste. Nou, daarna zijn vele onderzoeken gekomen, in Duitsland, de westerse wereld ook nog onderzocht. Maar bij ons therapie, onze visie op traumabehandeling sluit het heel goed aan, omdat die veerkracht, hè, dus de mooie dingen in het leven, die steeds zo te benoemen zijn en waarvoor je het eigenlijk doet. Hè, je doet het niet alleen om die ellende te overkomen. Nee, je doet het om een beter leven weer te kunnen hebben. En daar sluit deze therapie mooi aan. Dus verschillende mensen zijn van ons getraind. We zijn er erg enthousiast over. Mooi. Gaan we even weer terug naar GGZ Friesland. Want dit is toch wel vrij bijzonder dat jullie echt een soort traumacentrum met hele specifieke behandelmethodes hebben. Ja. En die gaan we gewoon zien, hè? En ook doen. Ja, we gaan daar iets over demonstreren. Ik zal eerst even iets vertellen over waarom wij zo'n kliniek opgezet hebben. Dus de complexere traumastoornissen, dat zijn behalve die kenmerken van herbelevingen en vermijding en die hoge spanning en die schrikachtigheid, hebben mensen vaak nog een heleboel andere klachten. Ja. En dat kan zijn dat mensen gaan dissociëren. Wat is dissociëren? Dissociëren, dat is, iedereen heeft het vermogen om te dissociëren. En dat betekent dat je in een situatie waarin je niet werkelijk lichamelijk kan vluchten, dat je geest kan doen alsof je er niet bij bent. Of je kan je lichaam verdoven voor bepaalde pijn. Of, alsof je in een film, alsof je het van buitenkant een soort film ziet. Ja, soms hebben mensen de ervaring alsof ze zichzelf zien staan terwijl het gebeurt. Of ze zeggen, ik ben het niet geweest, het is iemand anders. Okay. Maar het kan dus ook zijn dat je overspoeld wordt en denkt dat je daar weer bent. Dan ben je ook gedissocieerd, alleen in de overspoelende zin. Ja. En het kan zijn dat je je verdooft en dat je niks voelt. Dat zijn klachten waar mensen heel veel last van kunnen hebben en die hangen heel vaak samen met trauma. Daarnaast, omdat mensen hele heftige emoties hebben, kan het zijn dat ze de emoties niet kunnen hanteren. Dat ze bijvoorbeeld zo kwaad worden dat ze voortdurend ruzie hebben of gevechten aangaan. Of dat mensen voortdurend emotioneel heel erg labiel zijn of helemaal niks meer voelen, verdoofd voelen, somber zijn.
Of dat mensen alcohol of drugs gaan gebruiken of dempende medicatie om die heftige emoties die regelmatig weer in je beleving komen, om die te onderdrukken. Dus bij dit soort ernstige klachten komen jullie in beeld. Ja. En dan gaan we denk ik nu een overstapje maken, want iedereen popelt. Want volgens mij heeft iedereen een snoepje gekregen. Ja. Ja. Ik ga met dat snoepje nog even wachten, want we gaan eerst wat andere dingen demonstreren. Wat wij hebben de methode in onze kliniek overgenomen uit Duitsland. En professor Bogus die heeft ontdekt dat je met bepaalde zintuigelijke prikkels, bijvoorbeeld deze prikkelballen, als je die in je hand houdt, het geeft een gevoelsprikkel die niet zo heel fijn is. En dat doet iets met de amygdala. En we hebben net al het plaatje gezien van de amygdala, wat Kees uitgelegd heeft. Dat is heel actief bij je stresscentrum. Op het moment dat die amygdala heel erg actief is, dan werkt je frontale kwab niet zo goed. En dat is het gedeelte wat hier achter je voorhoofd zit. Je denkvermogen. Ja. En dat maakt ook dat je niet zo goed kan oriënteren op het hier en nu. Dat je bijvoorbeeld ook niet meer weet dat je in het hier en nu bent. Zo zijn er allerlei zintuigelijke prikkels die dat kunnen herstellen, die activiteit van die amygdala dempen en maken dat je weer helder bent en het hier en nu weer ziet. Maar Mia, dit lijkt zo simpel, hè? Ja. Want eigenlijk zou je denken, zorg dat iedereen die twee balletjes heeft. Ja. Nee, maar ik meen het heel serieus. Ja. Als je echt iets meemaakt dat je denkt van, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Dan kneed je die ballen en dan gaat dus je adrenaline dalen, stel ik me zo voor. En dan kan je weer beter denken. Ja. Jongeren met examen, faalangst. Ik kan me van alles bedenken. Ja, het kan zeker voor iedereen helpen. En het is op zich een heel mooi middel. Ik heb hier nog een mooie, die haal ik even onder de tafel vandaan. Dit zijn dingen die we gebruiken waar... Ik zal jullie even laten voelen. Je hoeft er niet op te liggen. Een spijkerbed. Nou, als patiënten tijdens de exposure heel erg geneigd zijn om in een herbeleving te schieten en niet meer in het hier en nu, dan kunnen ze daarop staan. Dat doen patiënten ook. Of de handen erop leggen. En zo hebben we ook het... En dat helpt? Dat helpt. Ja, mensen, op zo'n moment al. Mensen keren dan terug. Of een heel scherp snoepje. Of ruim de oren geven. Maar dat werkt ook. Een ruim de oren geven helpt ook. Als mensen in een dissociatie zitten, geef maar een best een knal om de oren. Dat is ook een heftige prikkel waardoor je weer... Maar dat mag een hulpverlener niet doen natuurlijk. Nee, dan ben je toch aangewezen op zo'n mat. Ja. Nou, wat wij ook doen, dat is een balansschijf gebruiken. Want je evenwicht is ook primair, dat heeft prioriteit op je angst. Dus als je evenwicht dreigt te verliezen, dan gaat daar je aandacht naartoe en dan ben je in het hier en nu en dan ben je niet meer bezig met die angst en die herbeleving. Want het gaat steeds om het terugbrengen naar het hier en nu. Ja. Dat is de essentie van eigenlijk al deze... Ja, dat je stressniveau zo is dat je voldoende erbij bent bij de gevoelens en de herinnering, maar dat je niet in de paniek bent of dissocieert of in een herbeleving schiet. Nou, ik zal de balansschijf even demonstreren samen met Kees. Kees, jij bent het slachtoffer nu. Wat wij doen is mensen, terwijl ze het verhaal van hun gebeurtenis vertellen, dat ze dan op de balansschijf gaan staan. En wat wij dan doen is niet hun helpen in evenwicht te houden, maar hun er wat uithouden. Nou, Kees kan het erg goed. En als je ballerina's hebt, dan gooi je met je jongleerballen. Kees heeft geoefend. Ja. Oké. Okay. Nou, dit zijn manieren waarop wij proberen dat mensen in het hier en nu goed blijven. En daar helpen dus ook hele scherpe of hele zure snoepjes voor. En nu komen we nu bij de komen snoepjes. We bij de zure snoepjes. Als het goed is, hebben jullie allemaal zo'n zuur snoepje gekregen. En die zijn echt, als het goed is, heel erg zuur. Je hoeft ze vooral niet door te slikken. En als je denkt van nou is het mij te zuur, dan mag je hem ook even in een tissue doen. Dan mag je weer uit je mond halen. Ik zie hele vieze gezichten op mensen. Durven jullie nog? Soms duurt het even voor je de werking. Het zijn in ieder geval heel veel knisperende papiertjes. Je kan op laten opereren door hem een praam op de neus te zetten, door de neus af te binden. Dan komen de endorfines vrij. Dit is allemaal gebaseerd op het loslaten van de endorfines in de hersenen. Oké. Ja, er zijn verschillende methodes.
Goed, er worden hele vieze gezichten. Leg nou eens uit, wat gebeurt er? Je eet een snoepje, ja. Heel zuur, heel vies. Ja. En dan? Ja, dat geeft een prikkel in je hersenen die prioriteit heeft boven je angst. Dus je amygdala, die dempt de activiteit van je amygdala wordt gedempt. Je frontale kwab die werkt weer beter, waardoor je de kamer weer ziet. Hè, als een patiënt bij mij in een herbeleving schiet en die komt weer in het hier en nu, dan ziet hij, dit is Mia, dit is de kamer. Dan benoemen we ook dingen om ons heen. En dan kunnen we weer door met het verhaal, alle moeilijke emoties en details uit dat trauma, om dat weer op te pakken. Want dat is heel, als we even teruggaan, dus dit zijn allerlei interventies die je kunt doen om ervoor te zorgen dat mensen in het hier en nu komen. Maar de essentie van de behandeling is dat iedereen teruggaat naar die gebeurtenis en die herbeleeft. Je maakt contact met de beleving terwijl je ondertussen voelt en weet, het hier en nu is veilig. Want dat is de essentie. Als het hier en nu niet veilig is, kan je niet verwerken. Heel veel emoties zijn een enorme belemmering om een trauma te verwerken. Bijvoorbeeld schaamte. De meeste mensen die iets naast hebben meegemaakt, schamen zich daarover. Schamen zich? Ja, wij vinden dat niet nodig. Maar dat is een hele normale reactie. Of mensen hebben schuldgevoelens. Ze denken, ik had iets anders moeten doen. Ik had daar niet langs moeten lopen. Nou, mensen proberen controle te krijgen op hun leven. En een schuldgedachte is een hulpmiddel om te denken dat je controle hebt. Ja. Dus schuldgedachtes, schuldgevoelens, schaamte zijn enorme belemmeringen om een trauma te verwerken. En daarnaast walging, machteloosheid, het zijn geen fijne gevoelens. Maar die zitten wel allemaal in een traumagebeurtenis. Dus die behandeling, je hebt nu net verteld waar een behandeling zo ongeveer uit bestaat, wat de essentie is. Bij hoeveel procent van de cliënten slaat zo'n behandeling aan? Wat wij bij onze kliniek hebben gemerkt, dat is dat dan werk je heel intensief gedurende 12 weken, 5 dagen per week. Werk je heel intensief. 5 dagen per week word je, is het dagbehandeling of opname? Het is opname. Ja. Opname zelfs. Ja. Ja. En dan heb je 2 sessies per week die worden opgenomen op tape en die luister je dagelijks af. Dus je hebt 5 dagen per week heb je exposure therapie. Dus 5 dagen per week beleef je die afschuwelijke gebeurtenis opnieuw. Ja, mm-hmm. Ja. En dan daalt je angst ervoor. Je went aan allerlei beelden. Dus dat dooft als het ware uit. Waardoor het een plek krijgt in de lijn, zeg maar, van je leven. Waardoor je het niet meer beleeft alsof je nu werkelijk nog steeds in gevaar bent. Maar het achter je kan laten. Het wordt natuurlijk nooit een fijne herinnering. Het wordt ook niet gewist. Maar je kan dan beseffen, oké, dit was een hele nare gebeurtenis, maar het is voorbij en ik kan er nu anders mee omgaan. Want dat is waar het uiteindelijk, waar je naartoe werkt, kan ik me voorstellen. Hey, en Kees, dit soort therapieën gebruiken jullie ook? Nou, we hebben geen kliniek, we hebben alleen een dagbehandeling en een polykliniek. Dus zeer intensieve exposure therapie, zoals Mia doet, die doen wij niet. Nee. Dit gebeurt in een gesprek 1 keer per 2 à 3 weken. En wat ik net zei, daarvoor af is, is het leven doorgenomen, zijn de mensen vaardig in het leren omgaan met de stress. Ja. En dat bij elkaar brengt de heling, denk ik. En daarna, dan is een behandeling afgerond, word je dan in 1 keer losgelaten. Hoe gaat het dan? Je vroeg net naar hoeveel mensen heeft het resultaat. Dat was ik even vergeten te benoemen. Zo'n 75% van de mensen die de kliniek doorlopen hebben aan het einde een behoorlijke daling van die PTSS-klachten. En soms is de PTSS ook echt genezen. Nou, dan wat je al zegt. Dat is vrij veel. Ja. Dus doordat je zo intensief werkt, lukt dat ook aardig. Daarna kom je natuurlijk wel weer in dagelijks leven. Je komt allerlei triggers tegen. Als je die weer gaat vermijden, dan gaat de PTSS eigenlijk weer in de lift. Dus en je moet allerlei dingen die je overwonnen hebt, bijvoorbeeld grenzen stellen. Want het gaat over het algemeen bij ons om mensen die vroeg getraumatiseerd zijn, chronisch, vaak in de gezinssituatie. Dus je hebt allerlei dingen geleerd. Die moet je gaan toepassen in dagelijks leven.
En je moet ook weer de overgang maken van in de kliniek word je natuurlijk veel begeleid, is er veel begrip. Nou, dat hoef je niet per se in je thuissituatie weer tegen te komen. Dus daarna begeleiden wij mensen ook nog. Ze kunnen ook nog ambulante verwerkingstherapie krijgen. Ambulant betekent dat je gewoon thuis woont en gewoon af en toe bij jullie komt voor een gesprek. Ja, ja, precies. En dat geldt, zo gaat het ook bij jullie. Dat is de nazorg. Nou, ik moet wel zeggen dat we succesvoller zijn in de behandelingen met vluchtelingen. Dat zijn mensen die dus een status hebben, in een huis wonen. Ja, dat is een goede natuurlijk. We krijgen mensen van over de hele wereld. Dus we werken met tolken. Soms met persoonlijke tolken. Dat wil zeggen, ze zitten in de spreekkamer erbij. En soms via de telefoon. Vind je dat niet heel moeilijk? Ja, daar moet je aparte vaardigheden voor hebben. En daar moet je ook afspraken maken met de tolken, met de patiënt. En bij wie komt de emotie er dan uit? Bij de tolk of bij jullie? Goede vraag. Ja. Nou, gelukkig ik vloek, als kunnen ik de haap we... vloek, dan vloek ik in het Fries. Dat zit in je... Het is gelukkig wel zo, de tolk waarmee we werken, die zijn wel gespecialiseerd in het werken met GGZ-mensen. Dus met psychiatrische mensen met psychiatrische stoornis. Dus dat zijn mensen die ervoor opgeleid zijn. Daar kan je toch ook niet iedereen zomaar neerzetten? Bedoel, dat klopt. En dat is gelukkig... maar je was dan inderdaad aan het vertellen dat jullie nog succesvoller zijn... Ja, bij vluchtelingen die een normaal leven kunnen opbouwen. Maar iedereen weet wel een beetje de situatie van de asielzoekers. Die zitten natuurlijk in een onzekere periode waarin ze niet weten of ze nou mogen blijven of niet. Nee. En we hebben ook mensen in zorg die zitten in de gezinslocatie, zoals in Burgum. En dat is in feite een vertrekcentrum. Dus daar komt iedere ochtend de politie om daar gezinnen weg te halen. Ja, dan werkt het natuurlijk niet zo om met traumaverwerking bezig te zijn. Hè? Het moet een veilige omgeving zijn. Dus daar is het veel werken aan steun, aan wat is toch nog een mogelijkheid om je eigen leven ten gunste te beïnvloeden. Wat kan je toch nog betekenen voor je kinderen en zo. Maar we zitten soms wel aan de basis van het bestaan te werken met mensen. En dat lijkt mij lastig als het gaat om het verwerken van trauma's. De term is posttraumatische stoornis, maar dat post, na, dat is bij hun eigenlijk niet zo. Dus als we nou over het angstsysteem, dat is constant, blijft dat gestimuleerd. Dus wat dat betreft, hè, want ik dacht dat je ging zeggen dat die behandeling heel succesvol was. Maar eigenlijk wil je zeggen van, dat lijkt bijna geen beginnen aan. Of mag ik dat niet zo zeggen? Het is niet zo van asielzoekers die krijgen geen traumabehandeling. Want er zijn ook periodes in die asielprocedure die zijn wat rustiger. En dat je de tijd hebt om even met elkaar in de veiligheid te zitten en daarover te spreken. Maar als het zo hectisch wordt en zo als de grond onder mensen's voeten weggeslagen wordt, dan kan je geen traumabehandeling doen. Dan wil dat niet. Alles is relatief, maar dat heb je als je jouw boek leest helemaal, Norma. Hey, laten we een overstapje maken wat je nou als omgeving kan doen. Hè? Als je iemand in je omgeving hebt die een traumatische ervaring heeft. Norma, hoe heeft heeft jouw omgeving jou kunnen helpen? Absoluut. Ja, bij mij waren er natuurlijk inderdaad de praktische dingen, wat jij zegt, zo belangrijk. Dat iemand zegt, dit moet, dat moet, zus moet, zo moet jij niet druk over maken. Ik was alleen maar dingen regelen voor je gewoon. Ja, iemand die de dingen regelt. En bij iemand waar je echt kan zijn, hè? En die het van je pikt, dat je me helemaal de tering scheldt of dat je de weg kwijt. Ik ben een aantal nachten echt de weg kwijt geweest. Dat je totaal, dissociatie, maar dat ik heel hard huilde, schreeuwde, echt de weg kwijt was. Dat er dan iemand bij je is die voorkomt dat je inderdaad geen rare dingen doet. Omdat je dat misschien zelf op dat moment niet zo goed weet. Jij had mensen in je omgeving die je vasthielden en bij je bleven 's nachts. Nou ja, die een beetje op je passen. Maar dat is gewoon sowieso een hele boodschap aan de wereld, dat we op elkaar moeten passen. Ja. Ook al zijn we vreemden van elkaar. Ik heb laatst op een vrouw gepast die ik niet kende, die op het spoor lag. En daar heb ik op gepast. Het was omdat ik op het goede moment op de goede plek was. En die heb ik vastgehouden totdat de ambulance kwam. Dat is een beetje mijn boodschap. En ik heb echt mensen na de brand gehad die op mij gepast hebben. Die eerste dag een vreemdeling, omdat hij toevallig in functie was en naar mijn adres gestuurd was. Het was een politieman. En daarna, mijn kinderen zijn er natuurlijk geweest en mijn vriend. En er hebben echt mensen, zijn daar voor me geweest. En dat is onontbeerlijk. En dat is ook de grootste ziekte van de tegenwoordige tijd, hè, die eenzaamheid. Want ze komen inderdaad
Moet je je voorstellen, ben je opgenomen bij de GGZ en dan komt er helemaal niemand komt bij je. Dus dan ga je ook weer terug naar, dan kunnen we wel zeggen hoe erg voor de vluchtelingen, want het is verschrikkelijk. Oh, ik moet er niet aan denken. Maar er zijn in Nederland zijn ook heel veel mensen die hebben zoveel hulp nodig. En die worden geholpen en vervolgens komen ze thuis om de grootste ziekte van de maatschappij weer onder de leden te krijgen. Dat is eenzaamheid. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je van wat echt helpt is naast praktische hulp, misschien ook eten koken of wat dan ook, ja, dingen regelen. Ja, eten was voor mij wel een dingetje inderdaad. Ja, dat moest je echt in me vatten. Ja. Maar met elkaar vasthouden. Iemand die echt voor je zorgt, die je vasthoudt, die er is, waar je al je emoties op kan. Ja, maar waar je niet groot hoeft te houden. Nee, dat precies. Is het punt. Ja, waar je dat kan doen. Ja. Dus niet mensen die zeggen, oh Norma, wat sla je hier er fantastisch goed doorheen. Wat een kracht, wat een kracht. En ik dacht, wat een kracht, wat een kracht. Ik hang nog net niet in de strop, maar ik heb de keus niet. Nee. Mensen waar je dat dus kan zeggen. Ja. Ik heb zelfs met mijn huisarts een gesprek gehad over een euthanasieprogramma. Omdat ik dacht, dit is te groot voor mij om door te gaan. Alleen zo'n wanhoop had je. Dat ik dacht, dan stapje voor stapje, ik regel alles netjes met de stichting, met de dieren. Ik heb nou een mooie boerderij, ik kan het nou aan iemand anders overlaten als mij wat overkomt, dat ik de vrijheid heb om eruit te stappen. Mm-hmm. En dan zijn er mensen die als ze dan naast je blijven staan en normen zeggen, nou, bijvoorbeeld dat Karen zei van ik ga met je mee daar naartoe. Dan denk je van, ik ben niet alleen. Ja. Ik ben niet alleen. Ja. En die mazzel heb ik. Ja. En die mazzel heeft niet iedereen. En dat vind ik heel erg. Ja. Dank. Ja, volgens mij is het zo'n oproep aan ons allemaal. Heb je nog aanvullingen? Wat kan je als omgeving doen om te helpen? Nou, ik denk vooral niet op een bepaald moment gaan zeggen, het is nou al zo lang geleden, kan je dat nou niet achter je laten? Dat is echt een duw naar beneden voor iemand. Geef iemand de ruimte. Laat wat jij zegt, hè, van laat alle emoties er zijn. Dat mensen zich niet hoeven groot te houden, want daar hou je een PTSS-stoornis mee in stand. Ja, ja, dus wat mij betreft, het is aan mijn hart gegrepen. Ik vind dat heel veel mensen zijn eenzaam. Op die AZC's wordt een eenzaamheid geleden, dat is niet te beschrijven. Ik ben heel blij dat er veel vrijwilligers hebben aangemeld voor de nieuwe stroom vluchtelingen om als mens bij de mensen te zijn. He, om te ondersteunen. Dat hoeft niet op een zielige manier te gebeuren. Je moet mensen niet als een slachtoffer de hele dag behandelen en de dekens. Nee, het is als mens ontmoeten en zeggen dat er kan zijn. Ja. He? Aandacht en, hebben. En zeggen dat je het begrijpt. Ja. Ook al lieg je het. Ja, dat hindert namelijk helemaal niks. Niemand kan het begrijpen. Nee, niemand kan het begrijpen. Als je niet verkracht bent, weet je niet wat het is om verkracht te worden. Maar zeg, ik begrijp, ik zie hoe erg het is. Ja. Zeg dat, ik zie hoe erg het is. Ja. Dat is de herkenning die je nodig hebt. Wat ik mooi vind in Norma's verhaal. Ja, dat jij kansen hebt gekregen en genomen om weer je leven op te bouwen. Ja. En dat gun ik ook de mensen die nu gekomen zijn. Dat ze kansen krijgen om hun leven weer op te bouwen. Absoluut. En dan kan je allerlei redeneringen over hebben. Ze horen niet zetten. En weet ik wat. Mensen, ze zijn hier en ze blijven hier voorlopig. En geef ze kansen, want anders dan hebben zij een grote leidensweg te gaan. Maar wij met hen. Een duidelijke oproep. Ik ben het helemaal met u eens. Fantastisch ook dat u het even zegt. Helemaal goed. Nou, wat ik heel belangrijk vind van de omgeving is inderdaad de erkenning. Hè, die iemand nodig heeft. Maar hoe geef je die erkenning? Door niet in te vullen. Door niet zelf te denken van dat en dat is goed voor je. Maar echt te kijken van wat heeft die ander op dat moment nodig. Dus door gewoon te vragen. Door te vragen en door er te zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar invullen, dat is voor iemand die zo'n ervaring heeft afschuwelijk. Want die wil zich gaan bewijzen en dat kan juist niet. Dat levert frustraties op. Frustraties krijg je niet meer weg. Het is al erg genoeg wat er gebeurd is. Hè, en daar moet je waarheen. Dat vind ik heel mooi je zegt. Ja. Dat is ook nodig. Hoe doe je dat? Door op een gegeven moment wel te kijken van wat heb ik hierin nodig en welke stappen ga ik nu zetten. Ja. En daar krijg je dan ondersteuning van. En dat is niet alleen van professionals, maar ook van je netwerk. Ja, misschien juist wel van je netwerk. Hey, we gaan naar een afronding toe. Ja, Norma, ik wil toch met jou ook eindigen. We zijn begonnen.
Jij bent ervaringsdeskundige. Er zitten ongetwijfeld ervaringsdeskundigen in de zaal. Misschien zijn we allemaal wel ervaringsdeskundigen. Hè? Want het leven gaat niet zonder slag of stoot voorbij. Iedereen heeft zijn dingen. Ja. Precies. Wat kan jij ons nou meegeven als belangrijk? Ja, tip klinkt zo klein, maar toch. Wat het allerbelangrijkste is, kijk, het lijkt alsof er geen hulp is. Want je komt bij de GGZ, je moet uren kletsen, dan moet je met die praten, en dan moet je met die praten, dan moet je een intake zus en een intake zo, zie je door de bomen het bos niet meer. Dat is eng. Mm-hmm. Je moet iemand zoeken die jou daarin inspireert om dat traject in te gaan. Mm-hmm. Want heel veel mensen durven dat helemaal niet zelf. Als je geen goede huisarts hebt, dan ben je de cactus poeptus. Dan wordt het hem niet. En het, dat is gewoon zo. Want ik ben zelf dat traject ook ingegaan. En dan moet je met die kletsen. Dan moet je daar een intakegesprek. Moet je allemaal dingen invullen. Terwijl je wereld in brand staat. En dat werkt gewoon. Dus wat je nodig hebt, is iemand die je kan inspireren. Waar je in gelooft. Al is het een fictief iets. Iets op, iemand die je goed of die je geweldig vindt. Het punt is alleen hulp zoeken. Is best ingewikkeld. Dat lijkt mij ook. Ja. En dan kom je er uiteindelijk. En dan krijg je iemand voor je neus wat absoluut niet mee klikt. En dan ben je niet zo assertief. Want het komt natuurlijk allemaal wel heel makkelijk mijn mond uit nu. Maar dat was voor mij ook niet zo. Ja, maar sorry. Ik ga je onderbreken, want we zijn wel afrondend bezig. Ja. Dus jij zegt van mijn belangrijkste advies. Zorg iemand die naast je staat en die je ook helpt bij het zetten die van stap naar je hulpverlening. Geeft, zodat je doorgaat en dat je daar terechtkomt waar je geholpen wordt. En als het met de eerste therapeut niet lukt, dan ga je naar de tweede. En als het met de tweede niet lukt, ga je naar de derde. Want het gaat om jezelf. Dit proces is maar belangrijk voor één persoon. En dat ben jezelf. Dus niet aardig doen tegen de therapeut, omdat je dat dan weer snui vindt. Eén persoon is maar belangrijk in dit hele traject. Dat ben jezelf. Daar wil ik graag mee afsluiten. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Ja, dit was hem weer. Publieksacademie over trauma's. Bedankt voor het kijken.